Goeiedag. Nog 2,5 weken, dan gaan de Ere- en Eerste Divisie weer van start. En nog nooit was Feyenoord zo kort voor de competitie nog zo zoekende. Want ondanks de 5-0 overwinning op de amateurs van Barendrecht ontbreekt er in de Kuip nogal wat. Er is geen geld, er zijn daardoor geen nieuwe spelers en een nieuwe trainer is er ook nog niet. Louis van Gaal heeft inmiddels laten weten niet naar Feyenoord te komen. Dus zoekt technisch directeur Martin van Geel verder. En zo'n oefenpotje als afgelopen zaterdag tegen Barendrecht is dan een welkome afleiding. Feyenoord komt na een half uur op voorsprong tegen de topklasse. Een vrije trap van Ron Vlaar wordt van richting veranderd. En doelman Mark van Splunter is kansloos. Opluchting bij Vlaar, want 3 jaar geleden verloor Feyenoord onder leiding van Gert-Jan Verbeek nog van Barendrecht. Het hoogtepunt van de wedstrijd is deze prachtige paas van Leroy Ver op Diego Biseswar. Ver wil nog steeds naar FC Twente, maar laat in het shirt van Feyenoord mooie dingen zien. De ruststand is 2-0 en daar mag je Ver inderdaad voor bedanken. Na rust neemt aanvoerder Ron Vlaar Feyenoord weer op sleeptouw. Hij kopt de 3-0 binnen en is nogal blij met een doelpunt tegen een amateurclub. Dat er nogal wat frustratie bij de aanvoerder zit, blijkt wel als hij aan deze solo begint. Een overtreding van voormalig FC Dordrecht-speler Reinhard Breinburg met dit als gevolg. Er kwam veel ontlading bij je uit, bij de goal en later na een overtreding. Was dat de spanning van de afgelopen week, Ron? Absoluut niet. Wat was het wel dan? Dat je op het veld voor elkaar op moet komen. En dat je een team moet zijn, dat moet je uitstralen. Ik weet al hoe Ron erin zit, maar ik vond zijn reactie daarin iets te veel van het goede. Kijk, dat teamgevoel, dat zal, ja, denk ik, door alles wat er gebeurd is. Dat is niet zo van vandaag op morgen dat in één keer weer een of ander team zal zijn, lijkt mij. Dus dat moet groeien in het vertrouwen dat ze in elkaar moeten hebben. Dus dat gebeurt niet van vandaag op morgen, lijkt mij. Dat heeft veel tijd nodig, misschien wel. Ja, kijk, als wat er gebeurd is, had in mijn ogen nooit mogen gebeuren. En de manier waarop het gebeurd is, zijn we ook heel erg teleurgesteld over. En als dat dan zo'n dingen gebeuren, dan heeft het op basis van een facet vertrouwen door een team en door een organisatie. Ja, krijgt dat een enorme tik. Ja, dat heeft tijd nodig, denk ik. Toch spelen de Rotterdammers best aardig tegen Barendrecht. Jason Cabral mag doen en laten wat hij wil. En Guillaume Fernandez kopt de 4-0 binnen. De spits mag best tevreden zijn over zijn begin bij Feyenoord, want in 4 van de 5 oefenwedstrijden vond de nieuwe spits van Feyenoord het doel. Het slotakkoord is voor Shabir Issoufi en Ruben Schaken. De rechtsbuiten mag zo door de verdediging heen wandelen en Issoufi bepaalt de eindstand op 5-0. Maar om nou te zeggen dat dat blije gezichten oplevert bij Feyenoord? Maar is het voor jou zelf gevoelsmatig moeilijk om met deze groep te werken, die jullie dit hebben aangedaan? Ja, dat zijn inderdaad facetten waar je heel goed over moet nadenken en waar je inderdaad in de spiegel moet kijken of dat je dat wel of niet wil. Maar nogmaals, de antwoorden die ik daarop voor mezelf heb gegeven, die heb ik daar neergelegd waar het hoort en dat is in de vergadering met de directie. Het zou zo kunnen zijn dat je over een aantal weken niet meer bij deze club werkt? Ik kan er niet op ingaan, dus ik begrijp de vragen, maar ik wil het houden bij hetgeen van waar het hoort, heb ik het neergelegd. En nogmaals, ik moet nu wachten op de reactie die de directie daarop heeft. Heb je been gesproken de laatste dagen? Ja, elke dag en gisteravond heb ik er nog aan de lijn gehad. Hoe is het met hem? Nou, gisteren was hij rustig en kon goed vertellen over de situatie. Nou, hij heeft voldoende steun aan zijn familie daar. Maar ja, die zit nog steeds met heel veel vragen in zijn hoofd waar hij nog steeds geen antwoord op heeft gevonden. En ja, triest. Ja, en morgen speelt Feyenoord alweer de volgende oefenwedstrijd. Aan de Krommedijk is FC Dordrecht dan de tegenstander. Gaan we van Feyenoord naar Excelsior, want het contrast tussen de trainingskampen van die clubs was de afgelopen week erg groot. Tegenover de hectiek bij Feyenoord in Ermelo stond de rust bij de Kralingers, die in Delden verbleven. Na de leegloop van vorig seizoen moet Excelsior gaan bouwen aan een nieuwe ploeg. Alles is veranderd, behalve de doelstelling, handhaving. En dat zou wederom een topprestatie zijn. Het aparthotel in Delden. Al 13 jaar is dit de locatie waar Excelsior zich voorbereidt op het nieuwe seizoen. Wat wel elk jaar verandert is de samenstelling van de selectie. Zeker dit seizoen, want Excelsior heeft maar liefst 15 nieuwe spelers. Vooral onder de 20 jaar en zonder eredivisieervaring.
je moet er ook een beetje geluk mee hebben. Ik bedoel, er zijn meer ploegen die niet echt goed hebben in kunnen kopen. Het heeft toch allemaal met geld te maken. En als je ziet dat dan de Graafschap 3 ton neer kan leggen voor Michael de Leeuw, die wij ook graag hadden willen hebben. Die 3 ton hebben we niet en dat weet je en daar moet je ook niet moeilijk om doen, maar dat is wel jammer. Vorig jaar was Excelsior de revelatie van de Eredivisie, maar vrijwel alle basisspelers gingen hogerop. Alleen Noricio Nieveld en Daan Bovenberg zijn overgebleven. Laatstgenoemde is met zijn 22 jaar nu aanvoerder van Excelsior. Jaloers op zijn voormalige ploeggenoten, die wel naar een betere club gingen, is Bovenberg niet. Leuk voor de jongens om ze eigenlijk allemaal naar een mooie stap te zien maken. Had jij niet een stap hoger willen gaan? Nee, maar ik denk dat de rol die ik nu heb, dat ook een stap hoger is. Dat is weer gewoon op een andere manier in het veld staan en op een andere manier buiten het veld staan. En ja, dat is wat ik net zeg, denk ik toch weer een stapje hoger. En zo zie ik het ook. Op het activiteitenprogramma staat een Solex-tocht. Een passend uitje. Je leert elkaar beter kennen. En bovendien hebben de meeste spelers toch nog een rijbewijs. Na 4 wedstrijden in de voorbereiding lijkt het erop dat Mitchell tevreden de nieuwe spits op Woudestein wordt. Voor het grote publiek is hij nog een onbekende, maar daar moet in een paar maanden verandering in komen. Ik denk dat ik een sterke, balvaste spits ben. En ik word graag ook weggestuurd in de diepte, op snelheid. En dan natuurlijk ik kan makkelijk een goal maken. Tevreden speelde het afgelopen seizoen in Jong AZ, maar wilde niet wachten op een kans in het eerste. Iets wat Michel Vonk, zijn trainer van toen en nu trainer van Sparta, niet helemaal begreep. Met het vertrek van alle andere spitsen vorig jaar en Sigtorsson zat eraan te komen, vond ik het, ik denk misschien gaat hij voor zijn kans bij AZ. Heeft hij die kwaliteiten wel? Mitchell is een jonge speler die zeker kwaliteit heeft en nog niet klaar is, maar wel dat zou kunnen. Liever in de basis op Woudestein dan op de bank in Alkmaar. Dat dacht tevreden toen hij een 2-jaar contract bij Excelsior tekende. Plus het feit dat hij in Rotterdam getraind wordt door 2 oud-spitsen die vertrouwen in hem hebben. Hij heeft scorend vermogen. Hij is sterk en hij heeft een uitstekende drive. Heel jonge speler met heel veel potentie. Ja, ontzettend snel, sterk aan de bal en doelgericht. Hij wil heel graag scoren. Ja, ik werk met plezier met Mitchell. Wat leer je van hun extra? Ja, het zijn de kleine details, ja, de slimmigheden van een spits. Dingetjes als met een verdediger, eerst een klein setje geven van die kleine dingetjes. Maar ja, en je looplijnen natuurlijk. Hoe je het beste kan lopen. Tegen Go Ahead Eagles kan tevreden niet imponeren. Net als heel Excelsior dat de trainingsweek afsluit met een 2-0 nederlaag tegen het nummer 7 van de Eerste Divisie. Daarmee houden de Kralingers hun traditie in stand, want voor het 6e achtereenvolgende jaar verliest Excelsior in de voorbereiding van Go Ahead. Maar niemand die zich daar nu druk om maakt. Uiteindelijk kwam het de afgelopen 2 seizoenen ook wel goed met Excelsior. En na 3 oefenpotjes tegen amateurclubs oefende Sparta zaterdag voor het eerst tegen een profclub. Heerenveen was de tegenstander. Sparta speelde met proefspeler Tony Varela in de basis. De rechtsback die een goede indruk maakte tegen de Vriezen. Net als de rest van de ploeg. Sparta start goed in Appelscha in Zuidoost-Friesland. Het is beter dan Heerenveen in de eerste helft. Hier Joey Godé weggestuurde Mark Veldmaten. Goed schot, maar daar zit keeper Brian van der Bussen goed bij. Wat rest is een hoekschop voor Sparta. Hier zit Van der Bussen ernaast. Bal voor de voet van Godé op de lat. Rebound dan voor Veldmaten. Maar die mist de bal. Blijft 0-0. Dan Heerenveen via El Akshawi die een kans krijgt van trainer Rojans nadat hij vorig seizoen verhuurd werd aan VVV. Maar hier verspeelt hij de bal. Aan Mark Veldmaten kan alleen af op de doelman op Van der Bussen. Maar zijn inzet is te slap. Dan wederom Sparta, een goede bal van Gijs Luyrink van achteruit op de spits. Joey Goudé, goede voorzet. En daar komt Jamie Bruinier net te laat. Knap werk van Joey Goudé, voorlopig de eerste centrale aanvaller op Spangen. Sparta gaat geen nieuwe spits halen na het vertrek van Johan Voskamp. Dan de tweede helft, een heel ander beeld. Waar Sparta in de eerste helft veel sterker was, zijn de Vries dat in de tweede helft. Hier, slimme voetbeweging van Bas Dost, Victor Elm, maar een goede redding van keeper Nico Pellats. Wederom Heerenveen, de nummer 12 uit de Eredivisie.
kan Michael Gouwenleeuw tussen twee Spartanen terugkoppen op Victor Elm. En dan is het wel raak. Het eerste doelpunt van de wedstrijd 1-0 voor Heerenveen. Dan Sparta met een van hun spaarzame mogelijkheden in de tweede helft. Goed werk van Steve Nieuwendaal. Hij onderschept de bal, kan zo doorlopen. En vanaf een meter of 20 een te zacht schot. Daar verras je keeper van de bussen niet mee. Dan wederom Heerenveen. Bas Dost torent hoog boven Nico Pellats uit. En dan kan Sven Kums makkelijk binnenkoppen. 2-0 in een leeg doel. De kleine middenvelder, de invaller voor oud-Excelsior-speler Geert Arend Hoorda. Dan wederom Heerenveen. Via Djuricic op Berens. Berens op Dost. En dan is het geen 3-0. Zou gezien de hele wedstrijd ook niet terecht zijn. Dan de laatste minuut van de wedstrijd. Een vrije trap voor Sparta die Jeroen Veldmaten, de aanvoerder, gaat nemen. Via de muur belandt de bal voor de voeten van Mario Bilate. En hij bepaalt de eindstand op 2-1. Een nederlaag met perspectieven voor trainer Michel Vonk. Woensdag speelt Sparta in Sint-Willebrord tegen NAC. En dat was het voetbal. Gaan we met andere sport verder. Hij speelde 10 jaar als waterpoloprof in Frankrijk, Matthijs de Bruin. Vorig jaar keerde hij terug bij zijn oude liefde, het Barendrechtse ZPB. Omdat hij zijn nieuwe baan niet meer kon combineren met het Nederlands team, stopte hij als international. Maar nu heeft hij een regeling met zijn werkgever getroffen en is hij terug bij Oranje. En bereidt de Bruin zich voor op de Europese kampioenschappen en de Olympische Spelen. Matthijs de Bruin speelt inmiddels alweer een jaar in Nederland. Het contrast is groot. Van fulltime professional in het Zuid-Franse Nice naar amateur in Barendrecht. Waar er soms niet eens water beschikbaar is om te trainen. Nou, het is meer de teleurstelling dat het bij andere landen dat het wel allemaal vooruit gaat. En dat je hier dat je dan terugkomt en dat je ziet dat we eigenlijk nog net zo ver zijn als 20 jaar geleden. Ondanks een periode van afwezigheid is de broer van Olympisch kampioen Inge nog steeds aanvoerder van Oranje. Want van het type de Bruin zijn er niet veel in Nederland. Ze zeggen dat ik nog wel een beetje fysiek speel. En dat betekent niet zeggen dat het hard is, maar het is een contactsport. Dus daar moet je gebruik van maken. Volgend jaar januari speelt Oranje het EK in Eindhoven. Daar moet Nederland bij de eerste 8 eindigen om zich te plaatsen voor het Olympisch kwalificatietoernooi. Het is lastig, want bij het kwalificatietoernooi gaan er maar 3 naar de Olympische Spelen. Ik kan jullie wel een mooi verhaal op gaan houden. Maar dit is nou eenmaal de realiteit. Maar het neemt jouw motivatie duidelijk niet weg? Nee, zeker niet. Ik heb nog steeds plezier in en daarom ga je ook gewoon door. En zolang het allemaal goed gaat... Dan blijf ik gewoon lekker polo. Ze leek hard op weg naar de Olympische Spelen in Londen. En toen begaf de knie van badmintonster Rachel van Kutsen het. Ze revalideerde lang, wilde terugkeren en toen ging het weer mis. En dus moest de 27-jarige speelster haar internationale carrière begin dit jaar noodgedwongen beëindigen. Een klap voor Van Kutsen, die een droom in de rook zag opgaan, maar een niveau lager sowieso actief blijft, want ze houdt er nou eenmaal van. Toen het gebeurde, ik was gewoon helemaal gebroken. Ik dacht echt van ja, weet je wel, het gaat niet. Wat is dit en waarom gebeurt het mij? En dan voel je echt, denk je echt, ja, je wereld stort gewoon in. En natuurlijk, het is maar een knie en er zijn veel ergere dingen op de wereld dan mijn knie. Maar voor mij persoonlijk was het wel echt een heel groot drama. Ik heb een hele mooie carrière gehad. En als je dat dan ervaart, dat is zo gaaf, natuurlijk. Ik bedoel, je wint van mensen waarvan je alleen maar kan dromen dat je
van zou winnen en dat, dan gebeurt dat op dat moment, ja, dan ben je echt de koning te rijk, zeg maar. Op het moment dat ik geblesseerd raakte, had ik echt het idee van ja, ik ga helemaal er vol voor en ik ga terugkomen en ik ga mijn droom waarmaken dat ik naar de Olympische Spelen wil. Ik ga er alles aan doen. Natuurlijk, er blijft altijd van wat als die knie gewoon heel was gebleven, had ik het dan wel gehaald. Dat zal altijd in mijn hoofd blijven zitten. Maar daar kan ik geen antwoord op geven. Als ik dan uiteindelijk de wedstrijd was voor mij gelopen, zeg maar. Ik wilde niet verder. En dat, toen ik die knoop had, toen ik dat eigenlijk had ingezien en die knoop had doorgehakt, dacht ik van, oh, relaxed. Nu kan ik doen wat ik wil en dan kan ik aan een ander leven gaan bouwen en krijg ik een heel ander leven, maar daar heb ik heel veel zin in. Ik ben econoom afgestudeerd en dan richting accounting en finance. En dat heb ik altijd wel geroepen dat ik daar iets mee wilde blijven doen. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb nu een baan, ik werk 40 uur in de week en daarnaast ga je badmintonnen. En voorheen was het precies andersom. Dan was badminton ook je werk. Je verdiende, ten eerste verdiende ik mijn geld ermee en ten tweede was je er gewoon dag en nacht mee bezig. En dat is ja, een hele omslag, absoluut. Als ik nu ga badmintonnen, ga ik met mijn knie badmintonnen. Dat is heel raar, maar dat blijft voorlopig nog te inspelen. Je bent je altijd bewust van dat je... Die knie maakt nu zo'n belangrijk deel uit van je leven, omdat het zo'n grote invloed heeft gehad. En dat kan ik nog niet makkelijk loslaten. Het is een hobby, ja, geworden. En dat vind ik heel erg... Ja, ik hoop gewoon dat ik dat gewoon nog 15 jaar, misschien wel 30 jaar kan doen. We zien het wel, maar tot nu toe heb ik er nog geen genoeg van. En dat was hem, Sportclub Rijnmond voor deze maandag. Volgende week zijn we er weer. Tot die tijd houden we u op de hoogte van de sportgebeurtenissen in het Rijnmond Nieuws via rijnmond.nl en via onze teletextpagina's. Ik wens u nog een heel fijne dag. Dag.